Voorafgaande aan de operatie wordt mevrouw de Vries opgenomen op de verpleegafdeling. Daar vinden de laatste controles plaats, krijgt zij een operatiehemd aan en is aan het wachten op een telefoontje vanuit de operatieafdeling. Vervolgens wordt mevrouw de Vries naar de operatiekamers gebracht en komt zij in de holding. De holding is een voorbereidingsruimte voor de OK. Op de holding wordt mevrouw de Vries aangesloten aan de monitor en wordt er een infuus geprikt. Hiermee krijgt zij extra vocht en kan de anesthesiemedewerker de narcose of andere medicatiemiddelen geven. Wanneer heeft u voor het laatst gegeten en gedronken? Het medisch personeel vraagt regelmatig naar haar naam, geboortedatum, de aard van de ingreep, of ze nuchter is, allergieën en medicatiegebruik. Dit zijn wettelijk bepaalde controles. Een anesthesiemedewerker brengt haar naar de operatiekamer. Hallo, mijn naam is Peggy. Nou, we gaan even stickers op de borst plakken voor het hartfilmpje. Mevrouw de Vries heeft gekozen voor een ruggenprik. Deze wordt toegediend na het laatste check van de gegevens. Op de OK krijgt de orthopedisch chirurg ondersteuning van een team zorgprofessionals. Zij zorgen er samen met de behandelend arts voor dat de ingreep soepel en zo veilig mogelijk gebeurt. Als de operatie klaar is, wordt mevrouw de Vries wakker gemaakt en naar de uitslaapkamer gebracht. Omdat mevrouw de Vries voor een ruggenprik heeft gekozen, blijft zij hier totdat de verdoving is uitgewerkt en de vitale waarden in orde zijn. Als voor narcose is gekozen, wachten we totdat de vitale waarden in orde zijn en de patiënt goed wakker is, niet misselijk is, geen pijn heeft en voldoende warm is. De duur hiervan is afhankelijk van de grootte van de operatie.